Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Mourinho's Monsters. En vandaag... Wil je Ronaldo met je beeld? Maar van coins heb je niet veel? Doe dan niet zo dom en ga naar FIFACoinservice.com. Daar hebben ze wel coins. De goedkoopste van het land. Koop een paar miljoentjes. Niks meer aan de hand. Gebruik bij het bestellen. Milo voor je korting. En geniet van je coins. Direct naar de storting. Nee, yo mensen, ook maar voor een nieuwe aflevering van Mourinho's Monsters. En vandaag gaan we hopelijk de eerste legend van de serie binnenhalen. Aflevering 3. Hier zie je het team. We hebben nog steeds Eto'o en Joselu in de spits. Sarawia, Panda heeft erachter. Chris de Tigre en Bruno Alves als CDM's. En een verdediging met Cole, Souza, Juan Fran en hier hadden we vorige Alex dus. Ja, zo Alex. En natuurlijk op doel Felipe. Felipe blijft zo'n legend. Gisteren deed ik mee in een video op het kanaal van Raoul. En in die video was mijn keeper heel slecht. Dus ik dacht, weet je wat, ik breng gewoon Felipe erin. En toen deed Felipe dit soort dingen. Nu, dan Mendes! Yes! Zo, hallo. Felipe Mendes is echt de beste keeper van het spel, hoor. En in de vorige video kon een van jullie twee kaartjes winnen voor de Dutch YouTube Gathering. Die winnaar zie je nu in beeld komen. Hier zie je de divisie. Hier dus 3-0, 3-2, 3-0. En sinds die tijd is er één ding veranderd. Er zijn namelijk nieuwe spelers toegevoegd door EA aan FIFA. Waaronder Claudio Pizzotto. Pizzotto heeft nu onder Mourinho gespeeld in zijn eerste periode bij Chelsea. Was volgens mij uit mijn hoofd 2006 was dat? 2006 was dat? Ja, kan wel. Maar Pizzotto ga ik dus in de volgende aflevering in de hoed doen. Ik heb nog geen tijd gehad om daarvan een apart kaartje te maken. Deze aflevering is hij dus nog niet. Maar volgende aflevering komt ook Pizzotto in de hoed erbij. We gaan gewoon lekker spelen. We gaan winnen. Dan kunnen we Deco toevoegen, de allereerste legend. En hopelijk natuurlijk ook gewoon veel spelers uit deze hoed pakken. Ja, ik heb er zin in. Let's go. Oké, hij heeft het volgende team. Papa. Oké, een redelijk team. Niet heel bijzonder. Ik denk dat een van onze mindere tegenstanders tot nu toe. Hij heeft wel Rosicki. Oppassen. Wel een redelijk team. Een paar bronzen. Verder alleen maar non-wares. Dus op zich kunnen we het team denk ik makkelijk hebben. Okay, de afgelopen wedstrijd heeft het team echt fantastisch gespeeld. We hebben nog geen potje verloren. Ook nog geen potje gelijk gespeeld. We hebben toen alles gewonnen. Er gaat natuurlijk een moment komen waarop we dat niet meer kunnen volhouden. Goed. Let's go, Sarabia. Sarabia. Naar Samuel. Eto'o. Samuel. Eto'o. En dan 1, 2. Huppakee. Terugleggen. Potje. Inpakken. Wegwezen. Geen wie is. Is het Bruno Alves? Voor mij is het Bruno Alves gewoon weer. Is het weer Bruno Alves? Ik had in ieder geval goed voorbereid. Het werk van Eto'o. Je ziet het balletje terugleggen. Dit kan natuurlijk niet missen. Voor mij is het Bruno Alves weer. Kijk, ja, het is Bruno Alves. Onze enige blonde speler in het middenveld in aanval. Hij scoort hier een heerlijk goaltje. Hij heeft al man of the matchpunt. Als hij vandaag man of the match wordt, is het zijn tweede. Dan is er nog maar één man of the matchpunt nodig. En dan hebben we er al drie. Opbokken. Felipe. Felipe, gewoon klem. Felipe is echt een hele goede keeper. Joselu. Let's go, Joselu. Oh, heerlijke paas. Joselu, wat een gevoel. Wat een gevoel, Joselu. Ah, Chris heeft hier goaltje. Wat een paasje van Joselu. Joselu gewoon met gevoel. Even verfijnde, zes Fabregas-achtige, heerlijke paasje tussendoor. En uiteindelijk is het crisis die hij kan scoren. Ga weg, ga weg, ga weg. Nee, nu stoppen. Oh, lekker. Bruno Alves, daar komt hij de counter. Omschakeling met Joselu en Eto'o en Joselu. En let's go. Daar gaat hij. Joseluutje, keeper, komt hij maar uit. Dat is namelijk heel simpel. Even kappen, even trampen. En daar is Samuel, Eto'o. Cheers, Jeff. Kijk, en leer mensen. Hier is Samuel, Eto'o. Oh. Oké, dus Rusland 2-0 voor. We hebben helemaal niks te vrezen. Eén schot van tegenstander. Het was echt best een kutschot ook. 12 schoten voor ons. 7 op doel ervan. Mag iets hoger, maar 2-0 voor. Niks te klagen. Ik ga wel even Almeida erin mengen van Joselu. Gewoon puur omdat ik Almeida zijn plekje weer gun. Want Almeida moet toch af en toe een beetje gevoel krijgen. Want af en toe hebben we hem weer gewoon nodig. Dus Ricardo Almeida, komt hij weer. Hij blijft gewoon een beast. Kijk wat hij gaat doen in de tweede helft. Oké, Osman met een vrije trap. Kom, Felipe. Felipe. Oh, gaat hij nou pasen? Gaat hij nou pasen? Nee! Nee, Felipe! Oh, dit kan. Je gaat Eto'o. Je gaat Eto'o. Ja, dit is easy. Hij gunt me gewoon het goaltje. En dan Chippy. Hij gunt me gewoon het goaltje. Ping! Oh, fuck. Oh, wat doet hij? Nee, oké. Daar is Souza. Souza heeft hem gewoon. Dat voel ik aan alles. Kijk, Souza. Souza. Oké, let's go. Almeida. Daar gaat hij. Almeida, tik weg. Oh, Almeida. Almeida. We gaan nu even gewoon een beetje egoïstisch. Mag ook met Almeida. Ik weet dat Almeida het kan namelijk. Ik weet dat Almeida het kan. Ik weet dat Almeida het kan. Ik weet dat Almeida het gewoon kan. 3-0. Almeida scoort. Hij scoort elke wedstrijd waarin hij speelt. Hij speelt niet altijd. Maar hij heeft tot nu toe elke wedstrijd gescoord. Ricardo Almeida. Remember the name. Ik heb al gezien dat zelfs op de FUTHEAD pagina al comments zijn met Mourinho's Monsters van Ricardo Almeida. Dus dat vind ik ziek om te zien. Je ziet Almeida. Ik hem gewoon helemaal zoek. Almeida is gewoon echt te goed. Hij blijft ook gewoon maar scoren. Ik weet niet hoe het kan. Dit lukt me de hele wedstrijd dan niet met Eto'o of met Joselu of zo. Let's go, dan gaat hij er tussendoor. Almeida, daar is hij gewoon weer. Daar is hij gewoon op. Oh mijn god. Ah, Almeida. Waarom is die gast zo goed? Even legit. Waarom is die gast zo goed? Ik breng hem erin in de rust. En hij scoort gewoon twee keer. Ricardo Almeida, het is ongelooflijk. Je ziet het balletje tussendoor. Op het randje van buitenspel. Hij weet waar hij moet lopen. Binnenkantje paal scherper kan de finishing niet zijn. Ricardo Almeida, 4-0. Oké, ze aflopen winnen met 4-0. Dat betekent dat we en kampioen zijn. Dus Deco hebben vrijgespeeld. Eerste legend. Deco! En daarnaast mogen we natuurlijk 4 spelers pakken uit de hoed. Man of the match weer Bruno Alves. Bruno Alves is 2 man of the match punten. Trouwens, op Pandev na. Iedereen boven de 7,2. Daarnaast zijn we kampioen. En dus, ja. Je ziet het, Deco staat erbij. Die kunnen we in het team zetten. Deco hebben we vrijgespeeld. Decootje, prima. Je ziet het, hij heeft zowel voor Porto als voor Chelsea gespeeld. Maar vooral Porto dus. We kunnen Deco inzetten. Ik denk dat ik hem in ga brengen voor Pandev. Want ik vind Sarabia redelijk spelen. Ook qua chemistry is dat iets voordeliger. Breng hier gewoon Deco in. Ja, dit is top. Kijk dan Deco. Perfect. Maar ook mogen we 4 spelers pakken. En alle 4 moeten ze gaan spelen. Dat kan een beetje naar worden.
is misschien ook wel lekker, juist als het hele goede zijn. We gaan het zien. We hebben hier de bak. We gaan hier kijken. We mogen de 4 pakken. We beginnen met nummer 1. We pakken hier deze. Wat hebben we? 3, 2, 1. Pets, we hebben hier... Oh, dit is heel slecht. Heeft voor Porto gespeeld. Ja, niet heel bijzonder. Een centerback, die kan wel dan naast Sousa, want dat is een Alex. Heeft nog wel een beetje chemistry. Speler nummer 2, we kijken niet. We pakken hier uit de bak de volgende. We pakken hier deze. Oké, 3, 2, 1. Pets, we hebben hier... Oh, andere kant. We hebben hier Isaiah Brown. Brown natuurlijk leenspeler van Chelsea. Heeft een tijdje bij de selectie gezeten daar. We hebben nu al 2 zilvers. Dat is heel raar, want er zitten niet heel veel zilvers in de bak überhaupt. We hebben dus al 2 zilvers, Mendes en Brown. Brown trouwens rechts buiten in deze formatie. Misschien iets van formatieveranderingetje of zo. Speler nummer 3, we gaan het zien. We pakken hier deze. Oké, 3, 2, 1. Pets, we hebben hier... Oh, we hebben Diego Milito. We kunnen niet... We hebben vrij veel spits. Ik had liever iets van een CDM gehad of zo. We hebben Milito. En dan de laatste speler van de 4. Klopt, we hebben nu 3 redelijke spelers. Niet heel bijzonder. Milito is ook niet heel bijzonder. De laatste speler moet even een goede zijn. We kijken niet. We pakken 3, 2, 1. Deze Pets, we hebben... Oh, we hebben Wesley Sneijder. Wesley Sneijder, oké. Wesley Sneijder is op zich wel lachen. Het is lastig. Ik moet even kijken hoe dit in het team gaan verwerken. Want ze moeten alle 4 gaan spelen. Ik ga er even over nadenken en dan zie ik jullie zo meteen weer. Oké, hier zie je het team. Het is heel erg geïmproviseerd. Want we moesten een paar spelers gebruiken die helemaal niet logisch zijn in het team. Ze moesten Isaiah Brown gebruiken, terwijl we helemaal geen andere links buiten hebben. Dus elke formatie met de rest buiten levert problemen op. Milito, Argentijnse competitie, linkt nergens mee. Sneijder, Turkse competitie, linkt alleen met Eto'o. Dit is het beste wat ik ervan heb kunnen maken. Op de bank zie je dus nu een paar spelers staan die normaal gesproken gewoon in het eerste team zouden staan. Zoals bijvoorbeeld Sarabia of Alex. Zou normaal gesproken gewoon erin staan, maar nu even niet. We hebben nog steeds geen enkele keeper gekregen, wat ook bijzonder is. Hoewel. Boeit mij nou, want we hebben fliepen. Maar we zijn nu aangekomen bij divisie 9. Daar hebben we 13 punten voor om kampioen te worden. Mochten we kampioen worden, krijgen we natuurlijk Bahia als speler. Een keeper. Dus ja, we gaan het meemaken. Eerste potje divisie 9. Ik denk niet dat de tegenstanders heel veel anders zullen zijn, maar misschien gewoon ietsje beter. Oké, we hebben tegenstanders gevonden uit het volgende team. Oh mijn god! Nee! Nee! Ashley Cole tegenover Messi. Oh mijn god! Ik denk niet dat Fliepen de 0 gaat houden. Hoe gaan we hier tegen winnen? Even serieus. Divisie 9. Oké, we gaan er het beste van maken. Gelijk spel. Zou ik fucking blij mee zijn. Nou, trouwens, oh ja, Deco hier. Mooi. Let's go. Mendes, ook een nieuwe centerback. Belangrijk. Oh, wat Mendes. Alsjeblieft. Alsjeblieft, Mendes. Nu al. Oh, Flip. That is not correct. En Mendes verkracht het nu al gewoon. Die centerback verkracht het nu al. Was ook gewoon een domme fout van mij om terug te passen. Maar ja, het was Sousa niet gebeurd, laat ik het zo zeggen. Alex ook niet. Oké, let's go, Deco. Sneijder. Zijkantje. Hier zie ik Milito. Let's go, Milito. Let's go, Milito. Geen buitenspel. Milito, Milito, balletje, hier, op, hier zit, ja, Isaiah Brown, 1-1, let's go, Brown scoort, kom aan, heerlijke actie van Milito, hier zie je Isaiah Brown is even zijn man hier die alba kwijt, komt hem in, heerlijk, debuut goaltje, 8 minuten, dan weer 1-1, oké, okay. Kom aan boys, kut, goed Sousa, wat, penalty, kan je echt niet menen, dit is toch geen penalty, wat is dit nou, Mendes, let's go, Felipe! Felipe pakt gewoon een penalty van Messi! Oh mijn god. Felipe, dit... Ja, dit is de beste keeper van het spel, mensen. Gaat hij, Milito. Heerlijke paas. Op Eto'o. Heerlijke paas van Milito. Komt hij voor het doel. Waar blijft Milito? Waar blijft Milito? Hier is hij. Hier is Milito! Yeah! Oh mijn god, we staan 2-1 voor. Oké. Jongens, alle hands aan dek. Geen paniek, rustig aan. Nee. Oh, goed. Deco, let's go. Heel goed. Deco, zijkantje, let's go. Daar gaat hij. Isaiah Brown. Nu met pace. Mascherano komt erbij. Maakt niet uit. Je hebt Isaiah Brown. De voorzet. Op Milito niet. Misschien net. Oh, misschien wel. Milito. Diego. Fucking Milito. 3-1. 2 goals voor Milito. Come on. Milito wil 2 goals en een assist. Oh mijn god, die gaat mij als match worden. 100%. Bravo kansloos. Milito 2 goals. We staan 3-1 voor tegen Barcelona. Oeh. Ashley Cole nakt Messi gewoon. Shit, gaat Messi. Kut. Kop. Oh nee, hij heeft nog steeds de bal. Tackle. Oh nee. Oh, Felipe! Dat even het handje dik! Felipe is echt de beste keeper van het spel, jongens. Felipe houdt echt alles gewoon. Kop. Pak hem. Ashley Cole. Dit doet me denken aan de halve finale van de Champions League. Waarin Ashley Cole gewoon heel Barcelona nakte. Let's go, Ashley. Tegen Barcelona voelt hij zich altijd heerlijk. Ashley. Oh. Milito. Oh. Ashley Cole speelt Messi helemaal kapot. Milito heeft 2 goals en een assist. Maar het zou me niet verbazen als Ashley Cole ook gewoon helft match wordt. Oké, dus rustig staan 3-1 voor... Felipe Mendes pakt weer alles. Penalty van Messi gehouden. 1-1 kans van Iniesta gehouden. Maakt hem allemaal niet uit. Milito, 2 goals en een assist. Fantastisch speler tot nu toe. Ah! En hij wist het gewoon. We hebben gewoon gewonnen. Ja, oké, en nu?
Ik zei het al. Het zou net zo goed kool kunnen zijn. Het zijn ze gewoon allebei. Ik denk dat we dan mogen kiezen. Ik vind dat we dan mogen kiezen, mensen. Wat denken jullie? Ik denk dat dat gewoon best is. Dat we mogen kiezen tussen of Ashley Cole of Milito. Als die ze allebei 8-4 hebben. Ik kies voor Milito, omdat Milito een inform heeft en Ashley Cole niet. Dus mochten we Milito naar 3 man matchpunten krijgen, hebben we gewoon inform. Maar ik gun Ashley Cole wel. Ashley Cole heeft echt goed gespeeld. Ik gun hem wel. Je ziet het dus 3 punten in divisie 9. Gewoon een team met Messi, Neymar, Suarez helemaal genakt. Milito mee op het matchpuntje. En mogen 2 spelers pakken. Uit de hoed. We gaan hier kijken. We pakken de eerste. De eerste die pakken is deze. 3, 2, 1. Pets, we hebben hier... we hebben John over Mikel. Een van mijn favoriete spelers uit deze serie. Mikel, de Nigerian Zidane, wordt hij ook wel genoemd. Mikel, hij kan eigenlijk niks, maar hij is altijd goed. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. En die hadden we nodig, want we hadden nog geen CDM's die echt goed waren. En dan de volgende. We pakken hier 3, 2, 1. Pets, we hebben hier... we hebben Marcelo. We hebben Marcelo, oké. Dat wordt heel ongemakkelijk, want we hebben natuurlijk ook Ashley Cole. We hebben dus Marcelo en Mikel, geen slechte spelers. Die moeten we dus allebei gebruiken de volgende wedstrijd. Daar heb ik geen moeite mee, want ze zijn allebei prima spelers. Oké, hier zie je het team waar we de volgende aflevering mee gaan spelen. Ziet dus Mikel ingebracht en Marcelo ingebracht. Alex weer terug in het team. Sarabia terug in het team. Maar nog steeds onze 3 bronzen helden. Bruno Alves, Souza en Felipe Mendes. Bruno Alves wil ik eigenlijk gewoon net zo lang opzetten tot hij even dat derde man of the matchpunt haalt. Want dan kunnen we hem gewoon upgraden naar iets anders. Dus ik wil hem eigenlijk nog net zo lang laten spelen tot hij gewoon die derde heeft. Want het is zonde om hem met tweede uit te halen, weet je wel. Souza is gewoon fantastisch. Felipe Mendes hoeft niet eens over te praten. Felipe Mendes. Oh. Verder natuurlijk Deco, fantastische speler. Moeten we gewoon in team hebben. Legend, hoogste speler van de serie. Maar ik vond het een goede aflevering. We hebben weer gewoon 2 keer gewonnen. We hebben goede spelers. We hebben Deco vrijgespeeld. We hebben gewonnen van een team met Messi, Suarez en Neymar. We kunnen nu alweer de 3000 likes halen, mensen. Bedankt voor het kijken. Volg me op Twitter en Instagram. Allebei Mregen. En zeg van nu weer. Later, mensen.